Het Noordeek vond een mooie invulling van de laatste schoolweek. De leerlingen werden op pad gestuurd om te helpen, daar waar gewenst en nodig. Zo ook in Doepark de Hagen bij de aanleg van die analematische zonnewijzer. Nou, wij zijn hier van het Noordik, de school. En omdat het de laatste week is, moeten wij een opdracht doen. En zoveel mogelijk opdrachten voltooien voor de meeste punten. Bijvoorbeeld tot voetgangers helpen. En soms ook gewoon hele andere simpele opdrachten. Zoals we moesten een bloemenkrantje maken. Dus sommige opdrachten zijn ook wel een beetje nutteloos. Maar ik denk vooral dat het bedoeld is om ook de mensen uit de stad te helpen. En... ja, ook het initiatief zelf te nemen om te zien hoe belangrijk de hulp ook is die we geven. Raoul, heb jij de telefoon? Wij moeten ook mensen helpen. Oh ja. Help je anderen. Oké, hier. Kom, wij gaan hier ook op. Oh, die worden wel weggedacht, maar die jongens. Deze week hebben we bijna niks gedaan. Wat nou? Ik dacht jullie graag naar school wilden. Nee, deze week, de toetsweek hadden we afgerond en toen mochten we de toetsen inzien. En dat was het. Nou, persoonlijk ga ik niet over. Maar dat ligt eigenlijk behoorlijk aan mezelf. En ik heb dit hele jaar helemaal niks gedaan. Dus op zich ligt het aan mezelf. En ik vind het ook niet zo erg dat ik het jaar opnieuw moet doen. Maar... Afblijven. Hoe heb je de coronatijd eigenlijk beleefd? Ja, aan het begin vond ik het wel mooi, een beetje thuis zitten en zo. Maar op een gegeven moment werd het wel heel erg saai. En dat je, je mist iedereen om je heen, zeg maar, je vrienden. En dan in de pauzes vooral een beetje met elkaar keten en zo. Dat is nu niet meer. Ja, nu wel weer, maar in de corona niet. En de leraren dan? Oh ja, tuurlijk. De leraren misten we heel erg. Wat gaan jullie doen in de vakantie? Wat gaan we doen in de vakantie? Niet zoveel. Een beetje werken, een beetje met elkaar afspreken en dat is het wel zo'n beetje. Kijk, niet doen. Als je omvalt, heb je echt een probleem. Oh, dat valt op. Ik wel mooi staan. Sterke jongen.